Want het lijkt erop dat op dit moment de winnaar vertrokken is. En dat is paard nummer 2, Monaco Royal Event. Monaco Royal Event heeft 3,5 lengte voorsprong op Fleur Zwageman op de tweede plaats. Die loopt een dijk van een koers. En daarachter Esprit Charda, die schuift mee naar voren. Maar we gaan met Monaco Royal Event en Danny Brouwer naar een gemakkelijke zege. Het is de 2 die het wint voor de 1, dan de 7 en dan de 8. En dat is... We gaan huldigen, dames en heren, de winnaars van koers nummer 3. En dat zijn geworden Monaco Royal Event en Danny Brouwer. 3 jaar deze Bruineens. Classic Cancu uit Miss Inspiration. Gefokt in Zweden, in bezit van Stal PD, trainer Bas Krebas. In de Zoki zat Danny Brouwer. En hij ontvangt de bloemen en de felicitaties van eigenaar Peter Delis. Danny, van harte, gaan we even op de foto. Ik denk dat we het eerst wel even kunnen doen. Ja, Danny, Monaco Royal Event. Een paard dat eruit sprong op Vincennes een keer met een prachtige koers. Daarna altijd zoekende geweest naar de vorm. Deel je die mening? Ja, nou, hij heeft de laatste keer hier dat ik hem reed, had hij last van een hoefschreeuw, heb ik me laten vertellen. Daarna is hij niet helemaal goed geweest. Bas heeft hem nu weer super in orde en volgens mij op Vincennes werd hij 5, werd hij heel sterk, zat hij vast aan de binnenkant. Dus het is een paard met enorm veel klasse en hij doet het vandaag heel makkelijk. Ik hoefde wel wat er niet te trekken en ik heb hem alleen maar op mijn stem hoeven rijden. Hij ging super. Kortom, hij is weer top. Ja, hij is goed in orde. Hij gaat zo weer een hoop koersen winnen voor Bas en Nettel. Dankjewel. Meter nog. De start is gevallen. Paarden onderweg. Strijd om de leiding met Monaco Royal Event aan de buitenkant van Fleur Zwageman. Dat is de 1-2. Flower Girl Boko daar goed bij. En zo gaan de deelnemers dan de eerste bocht opzoeken. En gaat Monaco Royal Event de leiding overnemen. Maar wat een start zeg voor Flits Harley. Flower Girl Boko springt er trouwens uit. Flits Harley komt aan de buitenzijde al naar de tweede plaats. En gaat eens kijken of er vooraan wat te halen valt. Uitgeschakeld maar... paard nummer 3. 3 galop. Krebas en zijn leerlingen kennende zal die wel 0 op het rekest krijgen. En we gaan op weg naar de verre linkerbocht met Monaco Royal Event aan kop van het veld. Heeft een halve lengte op Flits Harley. Flits Harley op je dak echter is geen pretje. Daarachter dan aan de binnenzijde Fleur Zwageman. En achter Fleur Zwageman komt in het tweede spoor Daydream Melo. Achter Daydream Melo is het Helena Greenwood met verderweg in het veld dan Coolcraft. Aan de binnenzijde Esprit Charda. En aansluiting is er voor John Westenbrink en Fabulous Well. Paarden gaan langs de rechter, 2 rondes te gaan met nog altijd aan kop van het veld. Aan de binnenzijde paard nummer 2 Monaco Royal Event. Monaco Royal Event heeft een halve lengte voorsprong op de tweede plaats aan de buitenzijde Flits Harley. Aan de binnenzijde loopt dan paard nummer 1 Fleur Zwageman en daarachter goed geplaatst de 9 Daydream Melo. Achter Daydream Melo aan de buitenzijde Helena Greenwood en aan de binnenzijde Esprit Itzarda. Achter Esprit Itzarda volgt dan op anderhalve lengte Coolcraft en achter Coolcraft komt langzaam maar zeker naar het tweede spoor. Paard nummer 5 Fabulous Well. Paarden komen wat dichter tot elkaar als de verre linkerbocht alweer gerond wordt. En Monaco Royal Event nog altijd de aanval weet te pareren van Flits Harley. Maar van een aanval is op dit moment geen sprake. Beide deelnemers die gaan zij aan zij en daarachter de kluwen er compact op. Aan de binnenzijde is het Fleur Zwageman. Buitenzijde dan nummer 9, Daydream Melo. En er komt wat reactie misschien in het veld, misschien ook niet. Esprit Itzarda op gelijke hoogte met Helena Greenwood. Dan Fabulous Well. En aan de binnenzijde opereert daarachter dan nog paard nummer 6, Coolcraft. Op weg naar de overkant van de baan. Daar zijn de paarden nu voor de laatste maal met Monaco Royal Event. Die hier nog altijd stevig de leiding in handen heeft. Maar Flits Harley probeert aan de buitenzijde wat te doen. Fabulous Well in het achterveld maakt een galoppade. En achter deze paarden wat moeilijkheden nu voor Daydream Melo. Dat zou mooi kunnen passen voor Esprit Itzarda. Want die komt inmiddels op de 4e plaats zo dadelijk mogelijkerwijs van de reling af. Maar dat zou dan gaan om de plaatsen. Want het lijkt erop dat op dit moment de winnaar vertrokken is. En dat is paard nummer 2 Monaco Royal Event. Monaco Royal Event. Heeft 3,5 lengte voorsprong op Fleur Zwageman op de tweede plaats. Die loopt een dijk van een koers. En daarachter Esprit Charda die schuift mee naar voren. Maar we gaan met Monaco Royal Event en Danny Brouwer naar een gemakkelijke zege. Het is de 2 die het wint voor de 1, dan de 7 en dan de 8. En dat is voorlopig.